Goedendag en leuk dat u weer kijkt. Dit is Land Singeland Actueel met deze keer. De geliefde Giek sluit. Het lekkerste broodje en pannenkoek komt uit Land Singeland. En geboortegolf bij de belevenisboerderij. Een heleboel geschokte reacties op Facebook als Grieks restaurant Artemis een boodschap plaatst dat ze vanwege familieomstandigheden de zaak moeten sluiten en verkopen. De tavernee blijkt geliefd te zijn onder de Landsingelanders en de steunbetuigingen stromen binnen. Afgelopen weekend ontvingen eigenaren Sophia en Kostas voor de laatste keer hun vaste klanten voor een emotioneel afscheid. Wij zijn toch wel stamgasten een beetje hier. Zo. De stamgasten, zeg maar. Dat zo mag noemen, jawel. Ja. Ik was heel blij dat we een Griek eindelijk hier in Berkel hadden. We gingen altijd eten in Zoetermeer. En ja, dat was ook altijd gezellig, maar ik was dolblij dat hij in Berkel was. Ja, weet je, we komen hier gewoon graag. Het is hier gezellig, het eten is heerlijk. Nou, Kostas en Sophia zijn gewoon echt gastheren en gastvrouwen hier zo. Ja, we komen gewoon graag hier. Maar ze gaan dicht, hè? Ja, we balen er gigantisch van. Dit is echt ons laatste avondmaal hier. Mag ik dat zo zeggen? Het is echt de laatste keer vanaf ze open zijn. Echt, ja. Het is echt heel jammer. Het zijn heel vriendelijke mensen. Ik vind het gewoon heel erg jammer. Daar staan we dan. Je hebt de zaak gisteren verkocht. Hij wordt inmiddels al verbouwd. Hoe voelt dat nou? Ja, het is een rare gevoel om eerlijk te zijn om de zak helemaal leeg te zien. Ja, zo heb ik het liever niet gezien, moet ik eerlijk zijn. Ja. Want wat is er gebeurd? Waarom moest de zaak sluiten? Nou, we hebben hier vier jaar gewerkt. 2 jaar met corona en 2 jaar vol bezig geweest. Nou, op een moment heb je na problemen van corona, personeelstekort en kinderen die nog te jong zijn om in de zak te zijn. Dus we hebben een harde beslissing genomen om de zak te sluiten en te verkopen. De zak draaide goed en dat is het jammer van. Maar het probleem eromheen, te ver wonen, kleine kinderen, jonge kinderen. Ja, op een moment wordt het te veel. Daar hebben we besloten om het te verkopen. Want kon je geen huis hier in Landsingeland vinden? Dat is een vraag. En, ja, je kan wel een huis vinden hier in de gemeente, maar het is op dit moment niet betaalbaar voor ons. Dus dan was geen andere optie. We hebben ook de laatste avond meegemaakt. Was die nog bijzonder voor je, die laatste avond? Niet alleen maar de laatste avond, maar de laatste week was een hele bijzondere week. Mensen zijn langsgekomen om afscheid te nemen. Huilen aan beide kanten. Ja, ik word een beetje al emotioneel voor. Maar, dat was echt bijzonder, hè? Ja, dat was heel bijzonder. Om dat mee te maken en te zien. Laten we toch even kijken naar de toekomst, hè? Er moet ook altijd iets in, een puntje op de horizon. Wat ga je doen? Waar ga je heen? We gaan richting Duitsland. We gaan richting de familie. We hebben daar familie in Stuttgart. In de buurt van Stuttgart. En wat de concrete plannen zijn. Ze zijn nog niet bekend. Niet bij ons nog. We gaan even kijken. Misschien een eigen zaak of misschien iets anders. We gaan even kijken wat we gaan doen. Mocht je eens beginnen in Stuttgart, dan is het dus mogelijk dat er een grote schare Landsingelanders naar Stuttgart komt om te proeven. Het zal wel gezellig zijn, maar niet alleen als we iets beginnen, maar ook als mensen gewoon op vakantie gaan richting Italië of Spanje en ze komen langs, zijn ze altijd welkom even voor een koffie. Een kleine primeur, er wordt al druk verbouwd, zodat volgende maand de nieuwe eigenaars kunnen gaan openen. En dat zal een Afghaans restaurant worden. En ook daar zullen wij bij zijn. Vrijdag 19 januari heeft er een beroving plaatsgevonden op het parkeerterrein van de Lidl in Bleiswijk. Daar liep een marktplaatsverkoop van een iPhone uit op een beroving. 3 personen zijn er na de beroving direct vandoor gegaan. Door de snelle inzet van de politie konden er 3 verdachten van 21, 22 en 23 jaar oud worden aangehouden. De aanhoudingen vonden plaats in een woning in Zoetermeer.
Niet één, maar zelfs twee van de lekkerste gerechten van Nederland kun je krijgen in Lansingerland. Zowel het broodje teriyaki van restaurant Midas in Berkel als de pannenkoek Ik Peer Hem van de Pannenkoe in Blijswijk werden verkozen tot nummer 1. En de eigenaren van de zaken zijn ook nog eens broers. Het is een culinaire familie, hè? Ja, dat klopt helemaal. Zit dat in het DNA bij jullie? Ja. Ik denk het wel. Ja, mijn vader heeft sinds 1995 een horecazaak in Gouda, dus we zijn er eigenlijk in grootgebracht. En we zijn wel competitief, dus we vinden het wel leuk om wedstrijden aan te gaan. En onderling ook wel een beetje competitie, maar we zijn allebei eerste, dus dat is geweldig. Ja. Vertel eens wat over het broodje. Wat voor broodje is het en hoe ben je erop gekomen? Het is een broodje beef teriyaki. Dus Japanse smaken, dat was echt het thema. Dat is ook het belangrijkste aan het broodje. Moet je thema goed vertellen aan de jury. De 5 verschillende smaken. We hebben zout, zuur, bitter, zoet en umami. Die hebben we toegevoegd aan het broodje. En door al die smaakpaletten goed over te laten komen, zijn we sowieso op het broodje gekomen en hebben we de jury kunnen overtuigen. We starten met het brood opensnijden. Zoet, zuur, uitjes erop. Het is een Japanse omelet. Met geheime ingrediënten. We gaan natuurlijk niet alles prijsgeven, Mark. Champignons hebben we voorgemarineerd. Om ze een lekkere goede smaak te geven. Goed heet laten worden. Je kan het vlees snel dichtschroeien, dat is belangrijk. Glaceer hem af met de huisgemaakte teriyaki saus. Gaan we opmaken. Tonijnvlees, die ga je als het goed is ook een beetje zien dansen. Het is gedroogde tonijn, heel dun gesneden. Ja. Kijk eens, Mark. Geweldig. Alsjeblieft. Ik ben heel benieuwd. Het wordt wel erg lekker. Je proeft inderdaad dat alle smaken naar voren komen. En na het lekkerste broodje van Nederland gaan we linea recta naar de broer van Sjoerd, Ewout, die de lekkerste pannenkoek van Nederland heeft, bij de Pannenkoe in Blijswijk. We hebben dit jaar Ik Peer Hem hebben we hem gemaakt. Een pannenkoek met gekaramelliseerde peer. Ja, we gaan er zo meer over horen, want je bent niet echt de geestelijk vader. Hè? Je bent zeg maar wel de naamgever aan de pannenkoek, maar je collega heeft hem eigenlijk gemaakt. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Björn heeft hem gemaakt dit jaar. En die zag dat vorig jaar hartstikke leuk was om tweede te worden. En hij wilde meedoen. Dus dan mocht hij uitkomen namens pannenkoek. Wordt een pannenkoek peren. Ja. Die zijn gebakken in bastardsuiker met kaneel. En die wordt dan opgerold in een pannenkoek. Met extra ei en vanille extract erin, zodat die iets zoeter wordt en iets luchtiger. Ja. En daarbij komt dan kaneel, ijs en slagroom. IJs ook? Ja, ijs komt er ook bij. Kaneel, ijs, ja. Dat is wel een mooie smaak voor bij elkaar, zeg maar. Kaneel gaat erbij. We doen de bastardsuiker erbij. We gaan nu de peren karamelliseren door de suiker te laten smelten. Dan krijgt hij een lekkere zoete smaak door. Het idee is gekomen toen we naar de wedstrijd waren geweest. Toen kwam Ewout met het idee van gebruik gewoon ChatGPT. Want dan probeer het gewoon eens. Dan heb je de eerste AI-pannenkoek. Dat is wel natuurlijk hartstikke tof. De pannenkoek die gaan we op een snijplank leggen. En dan gaan we de vulling gaan we in de pannenkoek doen. En dat leggen we op aan één zijde van de pannenkoek. Zodat we hem daarna mooi op kunnen rollen. Dan rollen we hem mooi dicht. Is hij zo klaar? Ja, hij is klaar. Dan gaan we natuurlijk nu zelf proeven. Dat is echt wel heel erg fijn. Zet maar uit. Dinsdagavond is de brandweer opgeroepen om de politie te assisteren bij een fonds in een bedrijfspand aan de Noordeinseweg in Berkel en Roderijs. Precies 2 weken geleden, op 9 januari, werd de brandweer opgeroepen nadat een deel van de vloer was ingestort, precies op de plek waar een heftruck stond. Niemand raakte gewond en de politie heeft uitvoerig gecontroleerd of het pand nog veilig was. Dat bleek het geval. Deze week zijn de herstelwerkzaamheden gestart om de vloer te repareren. Tijdens de werkzaamheden zijn verborgen ruimtes aangetroffen onder de vloer. Hierop heeft het bedrijf de politie ingeschakeld om dit te laten controleren. Het vermoeden is dat hier in het verleden misschien hennep is gekweekt. Op 9 juli 2019 deed de politie een groot onderzoek in hetzelfde pand. Toen zat er nog een meubelzaak in gevestigd. Onder andere meerdere rechercheurs en specialisten van een landelijk faciliteit ontmantelen deden onderzoek in het pand.
Voor nu ziet de politie geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het gedeelte in het pand is afgezet met lint. Specialisten van bouw- en woningtoezicht worden ingeschakeld om te kijken of het pand echt nog wel veilig is. Het was de afgelopen tijd best wel koud en er lag zelfs even sneeuw. Maar hoe houden de dieren zich eigenlijk staande in de kou? We gingen met de boswachter het Lagerbergse bos in om te kijken hoe de dieren zich staande houden. Wij kunnen een warme jas aandoen. Hoe doen die dieren dat eigenlijk? Ja, dat verschilt heel erg. Hierachter hebben wij de Schotse hooglanden staan. Deze beesten die creëren een wintervacht, waardoor ze dus eigenlijk zelf ook een jas aantrekken. En die vacht die wordt weer dunner in de zomer. Wat doen jullie als boswachter anders dan in de zomerperiode als het zo koud is? Ja, bij de hooglanders kijken we echt puur naar, is er voldoende eten? Op het moment dat ze gewoon gras kunnen eten, dan proberen we dat zo min mogelijk bij te voeren. Nu met alle vorst en sneeuw hebben ze minder gras. En dan gaan we met hooi en kuil gaan we ze wat bijvoeren. Als ik nou een wandelingetje ga maken met mijn kinderen, kan ik dan hier wel over dat pad met die hooglander die er middenop staat? Zeker. Probeer er ruim omheen te lopen. Ga ze ook niet lokken. Ga ze niet gek of druk laten maken. Loop er rustig langs en probeer zoveel mogelijk afstand van die beesten te houden. Welke dieren leven hier nog meer in het Lagerbergse bos? In het Lagerbergse bos hebben we verschillende vogels. Denk aan ijsvogeltje, roodborstje, merels, wat veel voorkomende soorten. We hebben vossen. Ik heb vernomen dat er een eekhoorn is waargenomen. Wat is nou belangrijk als ik lekker in de winter een boswandeling maak? Waar moet ik dan op letten als bezoeker? Kijk vooral uit op gladheid. Alle wegen en paden zijn behoorlijk glad. Niet overal wordt gestrooid of sneeuw geveegd. Dus let vooral op de gladheid. En wat kan ik nou vanuit huis doen met de dieren in mijn tuin als het zo koud is? Vooral voor de vogels. Leg iets van zaden neer. Van die vogelpindakaas die je bij dierenwinkels kan kopen. Geen vetbollen. Vogels die hangen met hun pootjes erin vast. En die kunnen er dan niet meer uit. Dus vooral veel zaden, pitten neerleggen. En eventueel dus die vogelpindakaas. Kom vooral naar het bos. Laat je koptelefoon thuis en geniet echt even van de omgeving, de vogels en de natuur. En dan een blik op de kranten. Door de jaren heen is het werkveld jeugdhulp steeds meer onder druk komen te staan in het hele land. Het aantal jongeren dat hulp nodig heeft is gegroeid en ook de problematiek is complexer geworden. De wachtlijsten groeien en tegelijkertijd is er een personeelstekort. Paul Lieverse van de ChristenUnie vraagt regelmatig de aandacht voor de stand van zaken rondom de jeugdhulp. Hij heeft bij de commissievergadering een bespreekstuk ingediend om de jeugdhulp anno 2024 en de inmenging van de gemeente hierin te bespreken. Op maandag 15 januari kon men in Ontmoet in Bergse Hoek onder het motto Meten is weten een gezondheidscheck laten doen. Hier waren ook wijkverpleegkundigen aanwezig om onder andere de bloeddruk, de bloedsuiker en het gewicht te meten. Voor de gratis gehoor- en oogentest was er een opticien en audicien aanwezig. De initiatiefnemer van deze dag was het ouderadvies van Welzijn Lansingerland. Een heuse geboortegolf in Lansingerland. In de besloten stallen van de belevenisboerderij wordt het ene na het andere lammetje geboren. En de iets oudere lammetjes, die mag je zelf een flesje geven. Hier staan ongeveer 1000 schapen binnen. En een groot deel daarvan krijgt dus nu hun lammetjes. En de eerste 600 hebben gelammerd inmiddels. En er lopen ook wel zeker 600 lammetjes rond hier. Breng je al die lammetjes zelf ter wereld of word je nog geholpen? Nou, afgelopen week zijn we geholpen door het Lentes Blijswijk. De dierverzorging. En die leerlingen hebben het knetter druk gehad. We hebben in 5 dagen hebben we 400 lammeren ter wereld gebracht. 400? Ja, dus dat was echt wel aanpoten voor die leerlingen en die hebben het super gedaan. Kijk, we zien ook, hij steekt ook een beetje zijn tong uit naar je. Zie je dat? Oh, dus hij zit een beetje zo. Ja. En we kunnen hem helpen door allebei zijn pootjes een beetje zo recht te trekken. Want dan gaat dat wat makkelijker. Pak hem maar beet.
Heel goed. En trekken, trekken. Goed zo, kijk. En dan moet dat andere poot moet net zo worden. Kijk. Zo, kijk. En nou zie je, doordat wij die pootjes recht gemaakt hebben, dat die er eigenlijk vanzelf uitvalt. Zie je dat? Als wij je moeten helpen, dan kan je ook bacteriën binnenbrengen. En het is gewoon het mooiste als ze het zelf doen. Dus we wachten een tijdje af en denken we van, het gaat niet goed. Dan gaan we kijken wat er aan de hand is en dan gaan we helpen. Maar in principe hopen we dat ze het zelf doen. En dan, dat is het mooiste. U komt hier speciaal voor de lammetjes vandaag? Jazeker, ja. Ik heb het op Facebook langs zien komen, dus ik denk, de meiden zijn er helemaal dol op. Dus we gaan weer even langs. Even knuffelen met de lammetjes. Ja, ja en ook een flesje gegeven, hè, Zak? Zeker, ja. Doen we altijd. Ik vind het altijd leuk om te doen. Waarom vind je het zo leuk? Ik vind het wel leuk om de aandacht van de lammetjes te krijgen. En dat ze zo op mij gaan springen, dat vind ik gewoon super leuk. Ik hou gewoon van dieren. Alle dieren? Ja, alle. Dit was Lansingeland Actueel voor deze week. Ga voor meer reportages naar onze website rtvlansingeland.nl of kijk op de socials. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een prettige dag verder. Heeft u een leuke nieuwsvideo of nieuwstip? Mail ons of gebruik de WhatsApp-tiplijn op onze website rtvlansingeland.nl/WhatsApp.